Daar is 20 verschillende gorillatroppen in de Virunga bergen en ons is op zoek naar Silverig Giraneza, zijn nieuwe trop. Dit helpt erom als jij redelijk fix is, want ons stap nogal teen stijl hellings op. Je hoeft nou niet die komrits te kan kafdraf nie, maar als jij hier wil kom doen, oefen maar bykie op die trapmeel voor die tijd. Saam met ons is die gids François Bigirimana, een levende legende en die enigste man hier wat in die 80 saam met beroemde gorilla navorser Wyle Dian Fossey gewerk het. The gorillas have 200 plant eating different. So all the plant have water, this is the number one. This one is a Tiso, or Charido, or Calido, different name. The gorillas want to peeling, to eating, do that. Look, have to push, look down. Look, you have to do that. Bigirimana kan die gorillas meer as 20 communicatieklanken perfect naboots. En hy het ook al hulle lyftaal vervolmaak. Bon appétit, François. Eindelijk kry ons hulle. Eers een wijfie wat haar tamelijk min aan ons steer. Gorillas is vredelievende dieren en menselijke contact wordt slechts 1 uur per dag toegelaat. En dan maak die koning van die oerwoud ook sy verskyning en ons loop maar lig. Die gorilla mannetjie achter my se naam is Giraneza. Kijk, kijk aan ons. Hulle het ons gesê om nie direk in hulle oog in te kyk nie. Een silverig soos Giraneza kan tot 180 kg weeg en hulle word gemiddeld 35 jaar oud hier in die berge. Die geld wat toeriste betaal vir permitte om die dieren te sien, word alles weer teruggeploeg in bewaring van die dieren en opheffing van die plaaslike gemeenskap. Daniela van Heerden, Enies, Volcanoes Nationale Park, Rwanda. Thank you, Mr.